Goeiedag, ik ben Lia Trump. Ik ben directeur van Stichting LOV. Het LOV is ooit opgestart omdat we erachter kwamen dat er vrouwen waren die geen Nederlands spraken en die niet de deur uit mochten. Konden, dat is natuurlijk wel. Dan kunnen ze niet naar de buurthuizen toe waar normaal taal wordt gegeven of naar andere scholen, taalscholen. Dat kon allemaal niet. En de reden waarom ze niet naar buiten konden of mochten, kan zijn dat er bijvoorbeeld een schoonmoeder in huis woont die niet wil dat haar schoondochter naar buiten gaat. En het kan een man zijn die absoluut niet wil dat de vrouw naar buiten gaat. Maar het kan ook zijn dat ze gehandicapt is. Of dat er een gehandicapt kind thuis is. Waardoor ze bij dat kind moet blijven en dus niet die lessen kan volgen. Of misschien is haar man wel gehandicapt of heel ziek. En die wil dan weer niet dat ze naar buiten gaat. Dus dat is een beetje wat we toen hebben gedaan. Is we hebben vrijwilligers geronseld. En die vrijwilligers opgeleid. En die gaan dan naar binnen toe. Die zorgen dat de Nederlandse les achter de voordeur wordt gegeven. En hoe komen we aan de vrouwen? Nou, meestal gaat dat, het kan gebeuren via een huisarts. Wij zorgen wel dat we bekend zijn in de stad. Dus instanties weten ons wel te vinden. Opvanghuizen voor vrouwen, daar gaan we ook wel regelmatig naartoe. Huisartsen, dokters, ziekenhuizen. Tegenwoordig heb je wijkteams in Rotterdam. Dat zijn teams van de gemeente waarin bijvoorbeeld ook een huisarts zit en een politieagent en een maatschappelijk werker en een GGD-medewerker. Regelmatig krijgen we tips van de wijkteams in Rotterdam om te zorgen dat wij gaan kijken wat is er aan de hand. En wat we dan doen is, dan ga ik in eerste instantie gaan naar binnen en kijken wat is de situatie, is die veilig? Want dat is natuurlijk ook altijd wel afwachten van, is de situatie ook voor onze vrijwilliger wel veilig? En we gaan praten en meestal zit daar dan ook de man bij, want die wil weten van wat gebeurt er met een vrouw. En als we dat dan allemaal rustig kunnen uitleggen, dat het echt alleen gaat om die taal te leren en dat ze daarmee weer wat verder kan in Rotterdam. Nou, dan geeft hij toestemming meestal en dan ga ik er weer een keer naartoe, maar dan samen met de vrijwilliger. Kijken of de klik er is en als de klik er is, dan zeggen we van oké, nou ga maar beginnen. En dan krijgen ze 20 weken lang Nederlandse les in hun eigen vertrouwde omgeving. Ja, de vrijwilligers die zijn meestal blanke, grijze dames van boven de 60. En die willen heel graag wat te doen hebben. Meestal zijn ze ook onderwijzeres geweest vroeger. En die willen gewoon nog wat doen. En ze willen wat goeds doen voor de maatschappij. En dit is een doelgroep. Nou, als je daarmee om kan gaan en als je kan zorgen dat ze uiteindelijk wel naar buiten kunnen of mogen, dan doe je echt wel wat goeds voor de maatschappij. En dat is wel het type mens wat we zoeken. We hebben regelmatig vrijwilligersmarkten waar we op staan. Zo van, joh, kom alsjeblieft bij ons werken. Maar iedere keer komen er toch dezelfde soorten mensen komen erop af. De vaardigheden die je nodig hebt is empathie, daar begin je mee. Maar ook je moet overwicht hebben. Want er kunnen situaties ontstaan dat je dus wel degelijk moet zorgen dat de rust in het huis weer terugkeert. Dus je moet overwicht hebben. Je moet ook iemand wat kunnen leren. Maar rust is ook, dat is wel denk ik het belangrijkste, overzicht van de situatie. En rust. En ze worden ook door ons getraind, hè? We sturen ze niet zomaar naar binnen en we hebben intervisie met elkaar. En als er wat aan de hand is, ben ik altijd bereikbaar om te helpen of mee te kijken. Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam. Dus je moet het kunnen verkopen bij de gemeente. En je moet zorgen dat je ieder jaar weer opnieuw subsidie krijgt voor dit project. Dus dat moet je kunnen. Je moet ook durf hebben om voor het eerst alleen naar binnen te stappen. Bij vreemde mensen waarvan je vermoedt dat er wat aan de hand is achter die voordeur. Ja, je moet ook wel een beetje durven. Ja, we hebben wel wat meegemaakt. Ja, je maakt altijd natuurlijk dingen mee. Maar we hadden een keer een Pakistaanse vrouw. Die mocht niet naar buiten van haar man en van haar schoonmoeder. Het enige wat ze mocht doen was haar kind van school ophalen en brengen en ophalen. Daar stond een bepaalde tijd voor, hoe lang ze buiten mocht zijn. Dat was 15 minuten. Dus als ze buiten die 15 minuten, als ze te laat terug was, nou dan gebeurden er echt rare dingen. En die wilde zo graag taal hebben, want die wilde gewoon weg uit dat huis. Uiteindelijk hebben we die een keer gesmokkeld
naar met onze auto hebben we ze onderin gelegd op de achterbank. En toen hebben we ze gesmokkeld naar de gemeente Rotterdam. Zo van, roep haar op voor Thales buiten de deur. En de gemeente hadden we natuurlijk voorbereid met de gemeente. Dus de gemeente werkte direct mee. Is er een boze brief naar haar man gegaan. Van, ze moet Thales hebben. En dat moet op die en die plek buiten. En dat was voor het eerst dat ze gewoon echt naar buiten kon. En of ze dan wel of niet naar die Thales ging, dat deed er niet eens zo erg toe. Het ging er meer om dat zij tijdens die Thales even de vrijheid had om uit dat huis te zijn. Het was echt schandalig hoe er met haar om, vond ik, hoe haar, met haar omgegaan werd. Ze mocht bijvoorbeeld niet aan tafel eten. Zij moest in de keuken eten. Haar zoontje en haar man en de schoonmoeder moesten bedienen en dan moesten ze weer terug naar de keuken toe. Ze mocht alleen maar schoonmaken en eten, koken. Iets anders had ze niet. En die schoonmoeder was altijd boos op haar. Haar man werkte in Amsterdam. Die werd dan ook wel gebeld als ze 5 minuten te laat thuis was. Uiteindelijk is die man, heeft hij een keer met een pistool voor ons gestaan om mij af te maken. En dat is ook weer allemaal goed gekomen. Uiteindelijk is zij is gescheiden en ze heeft nu een klein huisje samen met haar zoon. Maar dat zijn wel dingen, die hakken er wel in. Een scheiding is misschien niet goed of niet leuk, maar uit deze situatie vind ik het wel heel fijn dat ik eraan heb mogen bijdragen dat haar leven veranderde. Want ze is nou een leuke jonge vrouw en ik zie haar nog regelmatig. En gewoon een Rotterdamse. Uitkomsten zijn in ieder geval dat ze sociale contacten krijgen. Daar zijn er ook wel heel veel mensen die dat gewoon niet hebben. Dus de eenzaamheid kan je een beetje oplossen. En je kan proberen een beetje te sturen naar dat ze, als ze uitzichtloze situatie zijn, dat we het wel kunnen keren dat, het wel, dat je er wel wat mee kan. Want ik snap als je moeder bent van 1 of 2 en ik heb de kinderen, dat je zegt, ik laat mijn kind niet alleen. Maar je kan ook proberen te zorgen dat er professionele hulp voor die kinderen komt. En dat die vrouw dan gewoon wel even privé zelf wat kan doen. Dat zijn kleine dingen. Maar als ze die taal een beetje leren en ze kunnen buiten wat zeggen en wat doen, daar help je ze enorm mee. Maar ook de steun van je staat niet alleen. Wij kunnen je helpen. Rotterdam wil je helpen. Dat vind ik wel heel mooi om te doen. En dat heeft heel veel impact.